Oké. Beste mensen. Alles in deze campagne, kan ik u zeggen, alles in deze campagne is anders dan 4 jaar geleden. Zodoende bijvoorbeeld 12 partijen mee in Rotterdam aan de verkiezingen. 12 partijen. En we hebben, het zijn er 11 te veel. En zo hebben wij zondagavond ons slotdebat op TV Rijnmond. En wat mochten we nou doen? We mochten allemaal 1 tegenstander uitkiezen, opponent, voor een 1-op-1 debat. En u kan misschien raden, 11 van de 12 kozen ervoor als opponent Leefbaar Rotterdam te kiezen. En waarom? Waarom? Natuurlijk. Wij zijn de te kloppen partij. Wij zijn de te kloppen partij. Wij zijn de partij die 4 pittige, maar mooie bestuursjaren heeft afgerond. En nog steeds 4 overeind staat in elke peiling. En dat is bijzonder als je ziet dat er partijen zijn, een partij van de arbeid, die in elkaar schrompelt na 4 jaar bestuursellende met de VVD. 75% van de zetels verdwenen, sneeuw voor de zon. Maar wij hebben inderdaad in Rotterdam kunnen leveren wat wij beloofd hebben. En ik zag deze week een VVD'er op een paard. Hebben jullie hem gezien? En het promofilmpje, waar ongeveer 1 uur lang de callsingle voor was afgesloten, begon met een lijsttrekker die ineengekropen vertelde dat hij het zo raar vond dat de VVD in Rotterdam zo klein is gebleven. Ja, Vincent, dat klopt. Jullie zijn zo klein omdat je volledig het contact met je kiezers bent kwijtgeraakt. Al jaren. Jij zit liever op een paard. Wij staan op de markt van Rotterdam. En de afgelopen 4 jaar, ik moet het toch een keer zeggen, heeft de VVD werkelijk alles, maar dan ook alles met links meegestemd in de gemeenteraad. Voor het AZC, voor positieve discriminatie, tegen de integratienota, voor illegale bed, bad en brood. Ik snap ook wel dat je dan niet veel zetels overhoudt. Het was ook de campagne, lieve mensen, van de dictaten uit Den Haag. Als schoothondjes werden mijn collega-lijsttrekkers opzij gezet door hun eigen partijleiders, de Pechtotjes, de Klavertjes. En met zulke vrienden heb je geen eens opponenten nodig. Wat was dat eigenlijk een gênante vertoning? En wat een handicap om inderdaad niet op jezelf te kunnen vertrouwen, maar altijd afhankelijk bent van je Haagse partijleider. Meneer Kasmi van D66 moest werkelijk via de radio horen dat zijn partij Leefbaar Rotterdam had uitgesloten. Vanwege valse laster tegen Thierry Baudet. En ik zou nou eens willen zeggen tegen al die Haagse kopstukken, er zijn nog wat takken vrij. U kunt allemaal de boom in. Thierry, wat was het een goed idee, waar ben je daarboven? Wat was het een goed idee dat wij op 6 mei samen bedachten bij het Beeld van Fortuin hier in de Hoogstraat om elkaar te gaan versterken. En niet te dicteren, maar elkaar te versterken. Mede dankzij jullie zijn nu ook alle landelijke ogen, en u ziet het ook aan de media, ook op Rotterdam gericht. En ik neem mijn hoed af. Mijn hoed neem ik af voor jou en Annabel. Want wat jullie met Forum meemaken in Amsterdam overkwam ons hier in 2002. De obsessie, de beschimpingen, de karaktermoord, het framen en uiteindelijk de demonisering. Maar wees gerust, hoewel verbijsterend anno 2018, stand strong, want ik weet, de kiezers gaan jullie in Amsterdam zeker belonen. Dik belonen. En ook kan ik je zeggen, Thierry en Annabel, het wordt vanaf 22 maart niet gemakkelijk. Ook dan gaat het niet vanzelf, ik voorspel het je. We zijn daar geweest. Alle partijen hier in Rotterdam die de mond vol hebben van de verbinding. De verbinding, met iedereen willen ze verbinden, behalve met ons. Ze hebben er zelfs een linksblok voor opgericht, tegen Leefbaar. En meneer De Klein van de SP, die wilde geloof ik vanavond hier komen uitleggen wat het links-islamitische verbond inhield. Laat maar zitten, Leo. Laat maar zitten. Maar wie denkt dat het links-islamitische blok is ontbonden, die komt denk ik toch vreselijk bedrogen uit. Want op 22 maart zal het blok mogelijk weer springlevend zijn. Ik zei het net. Want de keiharde realiteit is helaas dat sommige partijen onze stad nog liever gaan besturen met antisemieten dan met Leefbaar Rotterdam. Maar als wij heel groot blijven, kan niemand om ons heen.
Want er is maar één partij die echt het verschil maakt. Er is maar één partij waarvan de Rotterdammers echt merken of deze wel of niet in het stadsbestuur komt. Er is maar één partij in de gemeenteraad die zegt dat naast die 177 culturen in de stad ook die ene telt. De Nederlandse cultuur. Ja, met zijn Zwarte Piet. Met zijn Zwarte Piet, met zijn zeehelden. En inderdaad met zijn Nederlandse vlag. Mensen, alleen en alleen met een groot leefbaar in Rotterdam kunnen we dit realiseren. En een stem is al gezegd op de PVV die altijd langs de zijlijn staat. Helaas weinig tot niets bereikt. Die gaat het ook niet helpen. Dat is eenvoudig. Ik denk zelfs dat je kan zeggen een stem op de PVV is indirect een stem op het links-islamitische blok van Rotterdam. Leefbaar kleiner, links-islamitisch groter. Dat moeten wij niet doen. Die ramp moeten wij voorkomen in Rotterdam. Lieve mensen, het is nog 5 dagen. Nog 5 dagen. En dan gaat het gebeuren. Dan gaat Rotterdam naar de stembus. Wij gaan alles, alles uit de kast halen. Voor al die vrijwilligers die onder leiding van onze fantastische Benvenido van Schaik en Maarten Struivenberg en Ronald Buit en Michel van Elk, het fractiekantoor met Colette, het fractiekantoor met Simon, met Vincent, met Leon, allemaal en nog duizenden Rotterdammers zullen wij aanspreken de komende dagen in Rotterdam. En voor mij als lijsttrekker is mijn grote eer, een grote eer en genoeg om nog vele debatten te mogen voeren. Ik geloof dat er nog 4 staan. En op nationale televisie. Om te zorgen dat Leefbaar Rotterdam de grootste partij van deze stad moet worden. Maar ook voor u. En dat zeg ik tegen u en vooral de Rotterdammers. Wilt u mij 1 plezier doen? Spreek 10 mensen in uw omgeving. Deze week. Voor woensdag. Aan en zeg: ga Leefbaar Rotterdam stemmen. Als u dat doet als Rotterdammer, zijn er zo weer minstens is er een zeteltje bij. Probeer het. Niet stemmen is geen optie. Mobiliseer uw thuisfront, mobiliseer uw vriendenkring. En wij laten zien op 20 maart dat wij niet wakker worden in een stad waar links-islamitisch het bestuur gaat vormen. Maar voor de Rotterdammers, Leefbaar Rotterdam, voor uw veiligheid, voor uw vrijheid, voor onze prachtige stad. Dankjewel. En veel plezier vanavond. Dames en heren, mag je een applaus? Joost Eerdmans, Thierry Baudet, Ronald Seurensen. En Theo Hiedema. Pak jullie moment, mannen. Ik wil een Rotterdamse ovatie. Thierry Baudet, Theo Hiedema, Ronald Seurensen en Joost Eerdmans. Dank jullie wel, mannen. Een laatste applaus voor de mannen.